u er bent, dames en heren. Zeker de artiesten, want er zijn artiesten die aanwezig zijn. 3 jaar geleden vertelde mijn schoonzus, Riet Melk, ik heb een leuk project bedacht samen met Linda. En dat gaat over voorwerpen, bijna vergeten voorwerpen. En ik denk, wat is dat dan? Bijna, hè? Nou, dat zijn dus voorwerpen zijn die mensen van vroeger gebruikten. En die wij niet meer kennen. Gebruiken. En jongeren die helemaal niets van af weten. Toen dacht ik van, dat is erg leuk om zo'n project naar Kampen te halen. Maar ja, dan is de volgende, waar moet je dat dan doen? En hoe kom je dan aan middelen, een plekje? Nou, niks is toevallig. Een jaar daarna, vorig jaar belde Gerard Boer mij. En Lammert zei hij van, we moeten eens wat samen de Vijverhof gaan doen. De Vijverhof krijgt een andere functie. Toch een beetje een multifunctioneel centrum. Er komen andere bewoners. En we willen graag, want de Vijverhof is toch wel een van de oudere verzorgingshuizen. Vergeleken met de prachtige Amandelboom, Margaretha, Malenhof. Maar ook Minnesota's met allemaal nieuw. Is dan de Vijverhof, steekt wat af. Maar daar hoeft het niet minder gezellig te zijn. Maar het zou goed zijn dat we daar wat extra aandacht aan besteden. Nou, toen was voor mij 1 en 1 is 2. En heb ik gevraagd of we dit project in de Vijverhof konden gaan doen. Nou, dan moet je gaan zoeken naar mogelijkheden van financiën. En die hebben we gevonden. Het was weer even zoeken. Het staat allemaal op de folder. Het was de stichting KAS hebben we geld van gekregen. De stichting RCOK. Daar hebben we geld van gekregen. Dan hebben we de Stichting Vermogensbeheer de Verenigde Gasthuis een forse bijdrage geleverd. De Stichting Vrienden van IJsseling. En ook nog als laatste de Vereniging voor Vrijzinnige Hervormden. Dus we waren helemaal blij dat precies het bedrag dat nodig was, was gegenereerd. En de dames konden aan de slag. Nou. Dankjewel. Wel heel mooi om hier te zijn. Toen ik hier naartoe ging, moest ik denken aan mijn vader. Hij wordt dit jaar 92 jaar. En wat mooi is, als de kleinkinderen er zijn en hij vertelt over vroeger, dan weet ik soms niet meer van ophouden. Over hoe het vroeger ging, hoe het in de oorlog was, maar ook over hoe ze vroeger het huishouden deden, hoe hij werkte op de boerderij en welke voorwerpen werden gebruikt. En soms dan pakt mijn moeder dan dat strijkijzer, en dat is dan één blok metaal. Dat werd opgewarmd en daar werd mee gestreken. En toen had een andere strijkijzer, daar zaten van die kooltjes in. En als het goed warm was, kon je daarmee strijken. Nou, nu heeft ze wel een nieuwe theeval, maar daar gebruikten ze dus vroeger. Dat is heel mooi te zien. En wat leuk is, dat de kinderen heel goed luisteren, omdat het authentiek is. Dat is hun verhaal en dan horen ze hun opa en hun oma echt heel gedreven praten. Ik heb ook het verhaal gehoord, tenminste een gedeelte van de heer Fien, over zijn Zundap. Nou, echt mooi om dat te horen. Ik vond het ook een hele duidelijke stem, dus dat was heel fijn om naar te luisteren. Ik hoop om nog een keer af te luisteren. Nou, heel mooi om hier te zijn. Ik vind het een geweldig initiatief. Op die manier om ook met de mensen in contact te zijn. Nou, ik wil deze opening heel graag doen. En ik wil dat graag samen doen met Sil. Ik kom Sil een aantal keren tegen. Ben ik er uitgenodigd voor een debat op school. Dat had Sil georganiseerd met nog een aantal anderen. Sil is 11 jaar en wat leuk is, hij is de achterkleinzoon van de heer Ruiten. En daarom is het mooi dat ik samen met hem deze opening doe. Toch? Ja, zeker. Ja, wat vind jij zo mooi aan wat hier gedaan wordt? Nou, ik vind het gewoon heel mooi. Dat al die oude voorwerpen, die we nu niet gebruiken meer, of ja... Sommige mensen zullen nog een aantal voorwerpen gebruiken, maar niet veel. Dat die verhalen naar boven komen. En dat zeg maar jongeren, bijvoorbeeld van mijn leeftijd, maar ook iets oudere mensen, dat die daar ook nog de verhalen van meekrijgen hoe het vroeger allemaal ging. Ik kan me nog herinneren. Mijn overgrootoma, zeg maar. Die woonde in de Malenhof en daar zat een meneer, dat was meneer Hoopland. Die is helaas recentelijk overleden. Die vertelde mij ook allemaal verhalen. Hij had vroeger op een boerderij gewerkt. En ik doe nu vrijwilligerswerk met de kinderboerderij. En hij vertelde me ook allemaal verhalen hoe het vroeger bij hem thuis ging. En dat vind ik heel mooi. Nou, dit vind ik een applausje waard. Ja. Ik ben er
van genieten, maar zoals u ook ziet, dat de verhalen die u vertelt, dat ook zelfs jongens van 11 jaar daarvan kunnen genieten. Nogmaals, een geweldig initiatief. Ik vind het ook een aanwinst voor deze locatie en ook voor de mensen die hier komen. Ik zou zeggen, neem gerust de tijd om eens te beluisteren. U wordt er zelf ook rustig van. Dat heb ik net al even ervaren toen ik het verhaal van Fien heb beluisterd. Nogmaals, compliment voor de mensen die het hebben mogelijk gemaakt. Financieel, maar ook de vele energie die erin is gestoken. En nou, wat mij betreft zeg ik gewoon dat het bij deze open is. Hè? Bij deze is het verpotend. We hebben vanaf april hebben we gesprekken gevoerd aan de koffietafel in de Vijverhof met iedereen die iets had van vroeger en daarover wilde vertellen. En dat hebben we een aantal keren gedaan en daarna hebben we 6 mensen gevraagd om nog eens wat meer over hun voorwerp te vertellen. En de resultaten daarvan ziet u hier. We hebben 6 verhalen en 6 portretten van mensen. En natuurlijk hebben Linda en ik dat niet alleen gedaan. We hebben mensen gevraagd om de verhalen in te spreken. Hè, dat zijn Joep en Theo en Leni en Frans. Die zijn hier ook ergens. Ik zie ze nu even niet. Omdat we graag wilden dat de kamperverhalen met een kamper tongval te beluisteren waren. En niet met algemeen beschaafd Nederlands sprekende westerlingen. Dus dat hebben we vorige week gedaan en dat was een hele leuke middag. Verder natuurlijk de portretten die zijn gemaakt door Marion van den Berg. Die is ook meerdere keren in de Vijverhof geweest en is bekend geraakt met verschillende mensen. Zij heeft die mooie foto's dus gemaakt. De drukker, Rick? Ja. Rick en Freek, dat zijn de drukkers die de foto's hebben afgedrukt. En het werd nog even spannend omdat ze morgen nog de machines weer op moesten starten voor ons. Dat is allemaal gelukt. Wie moet ik verder nog bedanken? Ja, natuurlijk Annette Lenen van de Vijverhof, die vanaf moment 1 zei van, ja, dat lijkt me leuk, kom maar. Dus dat was heel fijn. Annette Schol van hier, van de Stadskazerne, die zei van, ja, dat vind ik ook leuk, ik doe ook mee. En dan de jongens en de mensen van het paadje die ons vanmorgen hebben zien zweten. We hadden hier een hele uitstalling van allerlei gereedschappen. We hebben hier zitten boren en zitten plakken en zitten. En om 3 uur waren we klaar. Nou, dat zijn een beetje de mensen met wie wij het meest gewerkt hebben. Maar hè, de hoofdrolspelers, dat zijn natuurlijk de senioren. Dus die willen we even, 1 voor 1, heel kort aan jullie voorstellen. En ik begin met meneer Fien. Meneer Fien die zit daar. Hij gaat zelfs even staan. Dat is meneer Fien. Meneer Fien is 99. En de oudste man van de Vijverhof. En ik was echt volkomen verbaasd eigenlijk dat meneer Fien zei van, ja hoor, ik ga wel met jullie mee en dan gaan we even naar die zundap kijken. Zijn voorwerp was zijn oude zundap. En die zei, die stapte gewoon vrolijk bij ons in de auto, ja hoor. En die zundap kwam tevoorschijn en hij wilde er eigenlijk het liefst nog opstappen. Dus dat heb ik geleerd van meneer Fien. Linda, wie wil jij voorstellen? Meneer Finke wil ik graag voorstellen. Meneer Finke zit daar. Ja, hij staat wel mee. En eigenlijk, bij meneer Finke hoort eigenlijk ook mevrouw Finke. Want meneer en mevrouw Finke zijn altijd echt een duo. Dus ik heb het verhaal van meneer Finke opgeschreven. Maar ondertussen heb ik eigenlijk van mevrouw Finke heel erg geleerd hoe zij zorgde dat meneer Finke zijn werk als brandweerman kon doen. En hoe hij dat eigenlijk altijd vol vuur deed. Ja. En dan hebben we mevrouw Mooiweer. Die zit hier op het hoekje. En mevrouw Mooiweer die is 82 en ze werkt nog steeds. En ze vindt het leuk. Ze zorgt voor haar man zoals ze vroeger voor een gezin met 8 kinderen zorgde. En dat deed ze met plezier en dat rooide ze allemaal. En nog steeds doet ze zelf haar boodschappen op de fiets. Ze overweegt nu wel om een elektrische fiets te kopen. Maar ze gaat nog altijd ook met de fiets naar de kerk. Van mevrouw Mooiweer leer ik van,
gewoon lekker doorgaan en doen wat je leuk vindt. En dan wil ik voorstellen mevrouw Heerdink. Mevrouw Heerdink, dat was leuk, daar ben ik een paar keer geweest. En iedere keer kreeg ik meer te horen of te zien. Mevrouw Heerdink is namelijk kleermaakster geweest en lerares patroon tekenen en dameskleding maken. Dus ondertussen heb ik ook een kleine opleiding gehad. En weet ik van alles over hoe dingen in elkaar zitten. Heeft ze zo'n dik patronenboek. Dat is echt interessant. En ik weet dus ook, ze heeft zelfs voor mij een jas opengeknipt. Om te laten zien hoe de mantel en het revers is opgebouwd. Oh. Ja. Dank u wel. Meneer Ruiten. Ja. Meneer Ruit is 95 en die heeft zijn hele kamer nog vol staan met werk dat hij zelf heeft gemaakt. Hij is wagenmaker geweest en op zijn oudere dag heeft hij heel veel draaiwerk, houtwerk, heel veel kloppen gemaakt. Dat hoort u ook in het verhaal wat we over hem geschreven hebben. Van meneer Ruit, ik was echt onder de indruk de liefde voor uw ambacht. U was trots op uw vak. Ik ben wagenmaker en dat vond ik echt zo mooi. En nog steeds bent u trots op alle dingen die u gemaakt heeft. Dank u wel daarvoor. En dan als laatste mevrouw Van Assen. Mevrouw Van Assen zit daar achter in de rolstoel. Blijf lekker zitten. Mevrouw Van Assen is... Oeh, nu twijfel ik. 90? Bent u 90 of 87? 88. Mevrouw Van Assen, dat vond ik erg bijzonder ook om daar te zijn. Zij is op den duur met haar man, die bij het gemaal werkte, naar Ketelhaven gegaan. Maar Ketelhaven bestond eigenlijk nog niet, want er was nog allemaal water. En haar man heeft geholpen om de polder leeg te pompen. Dus mevrouw Van Assen woonde daar met alleen maar water. En van daaruit heeft ze dus gezien hoe het water zakte. En toen eigenlijk de polder veroverd als pedicure. Ja. Dank u wel. Ja, dat zijn de verhalen die u kunt beluisteren. Nou, dus vanuit Vijverhof hoorde ik vanuit Lena al dat ze binnenkort of volgende week al met de hele groep hier naartoe gaan om al die verhalen te gaan luisteren. Dus het hopelijk staat het niet stil na vandaag en komen veel bezoekers naar het stadskazerne om te luisteren naar de verhalen. Ja, nou jullie wel. Ja, zeg maar, start.